Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland ondersteunt onderzoek, stimulering, hooglandrijstsector. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is sedert enkele jaren bezig met de stimulering van de productie van de hooglandrijst in het binnenland. Het directoraat heeft in dit kader de nodige ondersteuning en begeleiding verstrekt aan Prithvi Jayaram, die een waardeketenanalyse heeft verricht voor de hooglandrijstsector in het binnenland van Suriname. Jayaram, die is afgestudeerd aan het Polytechnisch College van Suriname, heeft een duurzaam werkmodel ontwikkeld ter stimulering van de sector. Directeur Leroy Jack van het directoraat geeft aan dat dit onderzoek helemaal past binnen het beleidsprogramma van het ministerie, KSUKO, zijn directoraat. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.